Hey, lieve kijker. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het wordt een beetje een standaard riedeltje. Leuk dat je kijkt. Want ik heb even naar mijn vorige vlog zitten kijken. En daarin zag ik dat, merkte ik dat ik meer het standaard zo van dankjewel voor het kijken. Leuk dat je kijkt. Maar ik wil even zeggen dat ik oprecht heel erg. Dat ik oprecht heel erg fijn vind en leuk vind dat je kijkt. En dat je om wat voor reden dan ook. De moeite neemt en ja, dat dank je wel daarvoor. Gisteren ben ik op school geweest en eergisteren al een tweedaagse. En ja, vorige week zei ik van in mijn vlog van nou, ik zie het even niet. En nu zie ik het. Compleet helder. En dat komt eigenlijk door een oefening die we hebben gedaan over gewaarzijn. En non-duaal gewaarzijn is een totaal andere kijk op alles eigenlijk. We hebben het in een meditatieve afstemming gedaan. En ik heb natuurlijk heel lang voorbereiding gehad en boeken gelezen, dus dan weet je ook. Ja, waar het over gaat, zeg maar. Maar het mooie is wat ik wil delen, is het mooie is wat ik daarin zag, dat dat vanuit non-duaal gewaarzijn, en dat is radicaal anders. Maar dat als je vanuit gewaarzijn naar dingen kijkt, of gedachten of gevoelens die voorbij komen, of je kijkt naar iets, dan wat ik opmerkte is dat het niet iets werd eigenlijk. Normaal is je geest, die maakt ergens iets van. Dus van angst of van verdriet of van ja, allerlei ervaringen of gevoelens eigenlijk. En wat ik ervaarde vanuit non-duaal zicht, is dat dus dat er komt een gedachte. En die gedachte die, ja, die wordt niet iets. En ik maak er ook iets van, dus die kan er eigenlijk gewoon. Ik zie het meer als een. Ik maak dit gebaar, dus er komt een gedachte. Die zie ik wel, dus het is niet dat je helemaal leeg bent, zeg maar. Maar die komt dan en dan. En die, maar omdat die niet echt iets is en ik er niet echt iets mee doe, kan die ook gewoon weer verder stromen of zo. Dus het is meer een beetje een natuurlijk proces. Dus alle gedachten die je eigenlijk. Stel dat je het over een hele dag zou bekijken, alle gedachten die je eigenlijk hebt en ervaringen, die kunnen gewoon zijn natuurlijke stroming hebben, omdat ik er niks mee doe. En het is niet iets niet doen, zeg maar het is meer een echt een andere staat van zijn, waardoor je dus ook alles anders beleeft. En dat. Ja, dat maakt. Het leven compleet anders. En ik kan er nu even niet meer over zeggen. Want anders wil ik het uit gaan leggen en zo. En dat lukt niet. Maar ik wil wel mijn. Ja, die ervaring die is wel. Dat is waar het non-duale pad. Zijn er oriëntatie ook over gaat. Een non-dualiteit. Geen twee. Maar dat geen twee. Dat wil dus zeggen dat. Normaal als. Als er een gedachte voorbij komt, dan vind ik die of fijn of niet fijn. En als ik hem niet fijn vind, dan ga ik er iets mee doen. En non-duaal gezien, geen twee, is die gedachte niet iets, zeg maar. Die is niet goed of niet fout, maar die is. En daarom kan die gewoon komen en ook weer gaan, zeg maar. Dus ja, dat was een enorm mooie tweedaagse op school. En ja, dat wou ik even mededelen. Er zit heel veel wijsheid in stiekem, maar als je het nu niet, als je het niet kan horen of zo, dan snap ik dat ook wel. Maar ik ben ook ergens vroeger ooit getriggerd door woorden die ik hoorde. Ik dacht van, oh ja, weet dat is wel, of, ja, hoe zit dat, weet je wel. Dus en ik lees de boeken van Pema Chodron. Die vind ik heel interessant. En die zijn ook heel leuk om te lezen. Dus mocht je
ergens in geïnteresseerd raken, dan is dat heel leuk om mee te beginnen. Dus ga ik je toch nog even nog een keer bedanken voor het kijken. En ik wens je een hele fijne dag en ik hoop tot de volgende keer.